Goed. En welkom weer bij een nieuw videoles van Fuberta. Deze keer gaan we kijken naar opgave 11 van het eindexamen VWO 2012 tijdvak 2 natuurkunde. De weerstandsverandering van het rekstrookje kan bepaald worden met schakeling van figuur 2. Als de weerstand van het rekstrookje 1,0 ohm groter wordt, verandert de spanningsmeter met 0,5%. Toon dat aan. Nou, het punt is... wat we dus hebben is dat we eigenlijk een spanningsdeler hebben. En bij een spanningsdeler, dit is een formule die heel erg handig is om te kennen, is het eigenlijk dat je altijd kunt zeggen R deel gedeeld door R totaal keer de totale spanning is gelijk aan de spanning over het deel van de spanningsdeler waar we naar aan het kijken zijn. Dus, wat hebben we? We hebben in het ene geval dat we 350 ohm hebben van de 700 ohm. Ik ga heel even snel een deur dicht doen, sorry mensen, maar het valt alle kanten op. Het begint te waaien buiten. Oké, nog een keer. Dus dan hebben we 350 van de 700 ohm, want we hebben twee weerstanden in serie staan van elk 350 ohm. En we willen naar eentje kijken. De spanning die was 5 volt. Dus dan hebben we in dit geval 2,5 volt. In het andere geval, dan is deze nog steeds 350. Dan wordt het rekstrookje 351 ohm. En deze blijft 350. Dus wat zeggen we dan? Dan hebben we 350 ohm op het stuk dat we opmeten. Hier zit de voltmeter. We hebben 701 ohm totaal. En dan krijg je dus, komt u maar, 350 gedeeld door 701 keer 5 is 2,496 4 volt. Dan is de laatste stap dat we gaan zeggen dat 1% van 5 volt is 0,05 volt. Gecombineerd met dat hier het spanningsverschil 0,0036 is. Nou, dit is duidelijk een geval dat we die 1% niet halen. Dit was opgave 11. Ik ben Jan Willem van Fuberta.nl. En denk eraan, een spanningsdeler is een van de handigste dingen om te kennen, want die zit in 1/3 van de examens sowieso verstopt. En als je deze formule kan, dan ben je zo binnen no time uit. Goed, tot een volgende keer.